Nou, lieve YouTube-kijker van de Stofie, ben ik weer. Goedemorgen deze morgen. En welkom. Hey. Ja, sporten. Zondagmorgen. Yay. Lekker. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste week, de laatste twee weken gaat het eigenlijk wel weer een stuk lekkerder. Ik weet niet hoe het komt. Op een of andere manier is het weer gewoon, ja, gewoon weer lekker. Vandaag heb ik weer geprobeerd om op de loopband te gaan staan. En dan hoor ik al meteen denken, ja, een beetje staan. Ja, nee, ik probeer wat hard te lopen. Degene die langer kijken weet dat ik de laatste periode wat last heb van mijn kuit. Dat eigenlijk niet overgaan. Dus ik probeer nu op de loopband weer rustig aan op te bouwen. En het ging goed. 12 minuten, wel een laag tempootje, ongeveer, tenminste op de loopband stel ik me nu op ongeveer 9 per uur. Dus ja, kijk, om te beginnen is het denk ik gewoon hard zat. Dan moeten we langzaam uitbouwen. Natuurlijk de laatste 2 minuten heb ik wel wat opgeschakeld in tempo. We geloven tot 9,7 gekomen. Dus als dit zo doorgaat, dan blijf ik in ieder geval wel weer tot na de winter op de loopband lopen. En ja, in de hoop dat dit dan zo blijft continueren. En dan ga ik straks in het voorjaar ga ik weer proberen om in het bos weer vooruit te kunnen. En ik hoop het. Dikke duimen, zullen we maar zeggen. Voor de rest, het is even wennen om inderdaad door de week niet meer naar het voetballen te gaan. Heeft natuurlijk wel te maken dat je natuurlijk nou even de zaakse tijd overhoudt. En of je planning moet anders gaan indelen. Kijk, Veen deed dan op maandagavond sporten, woensdagavond sporten. Zondagmorgen, maandagavond, woensdagavond. En dan dinsdag donderdag naar het voetballen. Nou blijven dinsdag donderdag blijven open. Dus ik kan er ook gaan zeggen van, weet je, ik ga op zondag sporten. Dan de dinsdag. Dan donderdag. En dan weer zondag. Dan heb ik ook 3 dagen. Iets beter verdeeld in de week. Maar ja, op een of andere manier gaat dat toch minder makkelijk dan ik dacht. Het is gewoon een schakeling die je moet maken. Maar toch. En dan sla je maandagavond over. En dan heb je de dinsdag. En dan loopt de dinsdag niet zoals het eigenlijk zou moeten en dan ga je maar weer niet bij spreken. Ja, nu, zoals ik al zei, afgelopen 2 weken ging het dan wel weer beter en nou zit dat wel weer een beetje erin om te gaan. Zelf weer een paar keer moeten pushen van kom je ga nou toch eventjes. En daar ben je niet voor geweest, op het moment dat je er bent dan is het wel oké. Allemaal van dat soort dingen, daar moet je nou en ik over gaan nadenken. Die automatische piloot van zondagmorgen sporten, zondagmiddag naar het voetballen, dan een maandagavond sporten, dinsdagavond voetballen, woensdagavond sporten, donderdag voetballen en vrijdag, zaterdag vrij, eventueel zaakjes. Ja, dat is toch een andere manier van denken. En als je al een jaar of 6, 7 gedaan hebt, even eigenlijk veel langer. Ik heb nog 3 jaar rood-wit gedaan, zeg maar bijna 10 jaar lang. Heb je een beetje dat ritme gedaan? Nou, dat deed ik wel zwaar bij. Ik weet niet dat ik op maandagavond en woensdagavond ging sporten. Maar dan had ik het voetballen. Ik was leider van een meisjeselftal. En daar was je ook de maandag en de woensdag bezet. Nou, toen dat afgevallen was, toen heb ik dat omgezet naar het sporten voor mezelf. Dus ja. Er zijn wel van die dingen die dan die dat toch eventjes de boel anders maken. En dat is nou ook. Nou heb ik dan dat voetballen dan weer niet. En vanmiddag Formule 1 kan ik gaan kijken. En alle rust. Ik kan ook zeggen van het is mooi weer. Ik ga even een rondje doen op de motor. Kan ook nog allemaal. Je houdt in één keer tijd over. En die moet je anders indelen. En dat is lastig. Dat is lastig als je een bepaald ritme gewend bent. Maar goed, ook dat kan wel weer goed.
Dus we zullen zien. Ik ben wel benieuwd wat er gedaan wordt. Vandaag met voetbal is het wel een beetje bij. En de 25e september hebben we een bekerwedstrijd. Dat is een woensdag. Dus ja, dan moet ik ook weer eventjes gaan breken. Maar goed, dan kan ik dus inderdaad dinsdag trainen, donderdag trainen, woensdag. Dat soort dingen allemaal. Nou goed. De buurman, die rijdt ook weg. Dus dat zijn allemaal van die plan dingetjes. En dat komt ook allemaal weer goed. Dus we zullen wel zien hoe dat zich verder gaat ontvouwen allemaal. Dus maar goed, ik zou in ieder geval zeggen, ik ben weer thuis zoals jullie zien. Ik sta al stil, buurman zijn weggereden. En ik ga afsluiten. Ik zou even zeggen, even een dikke duim omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Yeah, that's it. Ik zeg tot de volgende keer. Ciao.